den Biomarkt. In deze C-finale op baan 2 voor Haast MBC Vol Wijmans. Baan 3 Haast MBC zwemster Serafina Vlijt. Op baan 4 voor het Revolution Team Ilona Venema. Baan 5 voor startgemeenschap de Heen Swimming Mike Issard. En op baan 6 voor Vlijmans Albion Zwemclub Roos van S. Venema de 32.08 aan de leiding de eerste 50 meter. Vlijt dichtbij brengen. Venema ruim de snelste in vanmorgen van deze dames. Kijken in deze race. Wat de volgorde gaat zijn. Ligt de voorsprong in ieder geval nu voor Venema. Met de voorsprong met een 12,5 meter gaan van het laatste keerpunt aan de startzijde. Venema is een van de Paralympische zwemsters die opnieuw geclassificeerd is. Dat betekent dat ze op winterslag niet meer in de Paralympische klasse valt. Ik ga nu alleen nog voor de schotslag. En daarom zien we haar hier zwemmen in de reguliere afstand. En dan pakt de Venema steeds meer voorsprong om Serafina Vlijt. De derde positie maar nog even voor Wijmans. Alle deelnemers aan de Paralympische klasse worden opnieuw geclassificeerd. Het is een spannende tijd in de Paralympische zwemwereld. Het kan allerlei kanten opgaan. En de verhaling die omgaan is dat men veel strenger geworden is. Dus dat betekent spanning nog even. We beginnen nu nog geclassificeerd in de worden. In welke resultaten dat voor hen gaat zijn. Hier in ieder geval Ilona Venema. Met nog 12,5 meter te gaan ruim aan de leiding. Richting de finish van deze 200 meter vlinderslag. En dan kijken we naar de tijd. En ze tikte aan de 2:28.51 voor snelbal van morgen. En dan volgen we de dames. We tikken dan aan de Serafina 2:35.36 en Issard 2:37.36. Bij het stellen van vanochtend. Uitslag is officieel en we gaan verder, dames en heren, met de B-finale, dames 200 meter vlinderslag.